Dit is Bulle van Berkel voor Cake op de Week in Duitsland. Want als de twee heren van Breda dachten dat ze van ons af waren, dan hebben ze buiten de waard van de Nederlandse journalistiek gerekend. De heer Fischer woont boven een Duitse supermarkt en die behoeft dus maar op de grond te bonken om alle heerlijkheden boven bezorgd te krijgen. En de heer Ausdeer Funten is dankzij de langmoedigheid van de Tweede Kamer nog beter af. Die wandelt hier straks vrij rond in deze schitterende omgeving, waar een heel wat frissere lucht hangt dan in een zekere koepel. Dat Ausdeer Funten bepaald niet Ausdeer Nase behoeft te eten, hoor ik hier van zijn melkboer, die ik exclusief voor Cake op de Week op het spoor ben gekomen. Herr Milchbauer, wat zagen Sie über die Familie Ausdeer Funten? Als Frau Ausdeer Funten hat sie nur ein halbchen Melk durchaus gekommen. Stoppen maar. Ze zijn als ongewenste vreemdeling over de grens gezet. En dan zijn ze in een rechtsstaat ongewenst op de televisie. Stoppen maar, willen we niet horen. Het is wel uniek. Niks meer over die twee. Stoppen maar. Dus als ik het goed begrijp, willen jullie deze onthulling helemaal niet hebben? Nee, niks erover. Stoppen. Daar donder jij dan ook maar op. Draus. Heb ik gisteravond dus Paul Snijder van het NOS Journaal voor niks dronken gevoerd? Want die was hem ook op het spoor. Je krijgt wel betaald, Bulle. Dat zit goed. Ja, nee, dat zal er nog bij moeten komen. En dubbel graag, want ik heb nog een primeur. Een Nederlandse primeur. Als het maar niet uit Breda is. Oké, doe maar. Start ik nu die knal van een reportage.